Welkom bij Straatpraat. We kennen allemaal de grote sterren uit Hollywood en we kijken allemaal naar op tv. Maar met welke ster zou jij nou wel eens willen ruilen? Dat gaan we vragen aan de mensen uit Spijkenissen. Je mag één dag ruilen met een beroemde ster. Met wie zou dat dan zijn? Een ster? Oh, ik heb nogal bewondering voor Simone Kleinsma. Zangeres worden of een actrice? Of, actrice denk ik wel, ja. Ja? Ja. Brad Pitt. En waarom? Nou, omdat hij het met Angelina Jolie doet. Je hebt Beyoncé natuurlijk. Ja? Ik wil wel weer jong zijn. Beyoncé, ja. Ja. En waarom? Voor het geld? Beyoncé, denk ik. Ja, waarom? Ja, gewoon een mooie vrouw. Lekker leventje, lijkt mij. Ja? Beyoncé? Ja? Geweldige body. Geld. Nou. En de man, vindt u dat ook nog wat? Of dat hebben jullie verdiend? Ik heb mijn eigen. Dus die Jay-Z wordt gewoon aan de kant gezet. Nee, ja, precies, gelijk. Nou, wie me binnenvalt, Litouwer, bij wijze van spreken. Ja? Litouwers. Litouwer, ja. Dat is de ster, die wilt u zijn. Nou, dat is de Voice of Rotterdam, hè? Ja. Ja. Ja, optreden in de Kuip en zo. Zou ik wel leuk vinden. Ja. Oké, okay, is goed. De leeftijd is ook een beetje gelijk, denk ik. Ja. Ja? Nou, we gaan het proberen te regelen, u hoort het morgen. Ja. Gisteren gezien hebt die twee gasten. Heette die ook wel weer? Nick en Simon. Ja, die vind ik wel leuk. Hij mag nooit meer rijden. Nee, is goed. Nou, en dan gaat hij ook heel de wereld over. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is toch lekker, hè? Privé vliegtuig nemen we dan. Dan ga ik mee, hoor. Ga je mee? Mag jij achterin zitten? Doe. Frans Bauer. Ja. En waarom dan? Ja, ik vind hem echt goed. Hij is ook eerlijk en alles. Ja. Sylvie. Sylvie Meis. Nee, Sylvie Vaart. Ja, maar ja, ze is nu natuurlijk. Is dat omdat ze nu zo'n rijke man aan de haak geslagen heeft? Nog rijker of niet? Ja. Ik zou wel met een of andere zangeres willen ruilen, denk ik. Ik zou wel eens een dag zangeres willen zijn. Nou, ik zou niet weten wat ik zou willen worden. Ik zou, eigenlijk niemand anders willen zijn eigenlijk. Je bent heel tevreden met wie je bent. Ik ben tevreden met wie ik ben. Heeft u dan een optreden in een Ahoy of bestelt u gewoon Chinees? Ahoy. Ja, geen Chinees. Je houdt Frans Bauer van. Ja, weet ik. En ik niet. Ik ken de ster. Ja, die is al dood. Oh. Dus dat is ook niet zo leuk als je daar mee moet ruilen. Nee. Maar wie was dat dan? Claudia Cardinale. Oké. Okay. Filmster. Ik denk Bruce Dickinson. Ja? Doet hij maar, ja. En waarom dan? Iron Maiden, muziek. Mijn ding. Ja? Ja. Dus u wordt echt een rockster? Nee, dat word ik niet meer. Ik had wel graag willen zijn. Nee, maar als u dan enig in de huid... Ja, dan wel. Ja. Maakt u er een hele show van of niet? Tuurlijk, ja. Moet toch. Doutzen misschien of zo. Doutzen Kroes. Ja. Dat is een mooie man ook, okay? Ja. Is dat niet je smaak? Nou, een beetje maar. Ja, een beetje wel, maar... Ik wel van chocolademan. Moet ze wel knap zijn, ja, maar... Ja, ik zou het niet weten. Roem is vergankelijk, hè? Roem is vergankelijk. Dan zouden die sterren eens wat meer bij stil moeten staan. Jack Nicholson, dat vind ik eigenlijk wel, ja. En waarom dan? Ja, omdat Jack Nicholson is. Je kent hem wel, ken je die niet? Maxima. Ja? Ja. Zou je dan ook zo mooi zwaaien? Ja. Heel de dag? Heel de dag. Ja, in principe lijkt me wel leuk om met een vrouw te ruilen, om toch te kijken hoe dat is. Maar als ik echt met een bekende ster zou moeten ruilen in Nederland, dan zou ik toch kiezen voor... een goede sporter, denk ik. Sporters. Shireni Martina. Shireni Martina, ja precies. Shireni Martina. Ik ben blij. Ja, geen idee. Ik blijf liever mezelf. Oké, okay, dat is ook belangrijk. Ja, toch? Ja. Ik heb geen idee. Ik wil gewoon niet ruilen. U wil geen ster zijn? Nee hoor. Geen sterallures? Nee, niet echt. Is er niemand waar u fan van bent? Nee, eigenlijk niet. Ik vind iedereen goed. Een sporter, een voetballer. Ik ben altijd een voetballer geweest. Is dat David Beckham of is het een Cristiano Ronaldo? Geen van beiden. Wie dan? Ik heb liever Johan Cruijff. Johan Cruijff. Ja. Mag het ook een schrijfster zijn? Ja, mag ook. Oké, okay, Renate Doornsteen. Oké, okay, en waarom dan? Dat is een leuke vrouw. Ze schrijft leuke, spannende verhalen. Ja. Dat zou ik wel willen, ja. Zou u dan in één dag ook een heel boek schrijven, denkt u? Nee, maar ik zou dat talent wel eens willen voelen. Het lijkt me zo heerlijk. Nou, laten we het Louis Armstrong nemen. Zamertje. Hey. Ja, die ken ik niet eens. Die ken je niet, hè? Nee, met ouwe. Oude zanger van vroeger. En wie dan? Barbara Lynn bijvoorbeeld, dat is een vrouw. Maar dat is jaren 60 hoor. Oh, okay. Ja. Die leeft ook niet meer, of wel? Ja, ze leeft nog, denk ik. Ja. Leeft ze ook nog op? Dat is een ster voor mij.
Wat zei je? Dus daar zou je wel mee willen ruilen? Ja. Ja? Ja, ja. Want ik ben van de oude generatie, hè. Dus. Oké, okay, nee, is goed, dank u wel. Oké. Nou, je hebt het gezien, we hebben veel potentiële sterren in Spijkenis. Het wordt Beyoncé of het wordt Litouwers, het maakt niet uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.